Welkom in de pluktuin. Ik heb vandaag Gwen meegenomen. Hoi, ik ben Gwen en ik ben de kleindochter van Jarnie. We gaan een mooie krans maken. Ja, ik wil je laten zien. We hebben alvast een mooie krans gemaakt. Een voorbeeld. Dat is een midzomerkransje. Allemaal lekker vrolijke kleuren. Maar je kan het ook in je eigen kleuren maken als je dat wil. Allemaal kleine bloemetjes. Ik heb een oasekrans gebruikt. Ik heb hier een voorbeeld van. Het is een oude, maar het is om het even te laten zien. En we hebben ook alvast een aantal bloemetjes erin gestoken. En Gwen, jij kan alvast beginnen, hè? Om de krans op te tuigen. En dan doe ik eventjes uitleggen van bloemetjes als je die plukt. In het begin, hetzelfde als bij de floxen, dit is een zinnia of andere bloemen die heel veel zijscheutjes hebben. Die pluk ik dan nooit helemaal zo af, maar altijd tot hier. Zo. Want anders ben je al die andere bloemetjes kwijt. En dit is dan, die kun je in die kransjes gebruiken of in kleine vaasjes. En dan heb je heel de zomerbloemen. Dan hebben we ook, jij gaat gewoon lekker door, ik hè? Ja. Dan hebben we ook een creatie gemaakt van Latyrus. En dat is mijn kleinzoon die eventjes op zijn skelter zit. Dat is altijd wel leuk in de tuin. Dit is een creatie van Latyrus. Allemaal flesjes en allemaal gevuld weer. En je ziet wel, ik heb nog constant Latyrus. Omdat ik elke dag nog even Latyrus snij. Hou je van rustige kleuren, dan kan je ook allemaal creaties maken met dezelfde kleur in een vaasje. Nou, het gaat lekker, ik wel. Ja. En ik denk van dat we wel een glaasje sapje verdiend hebben. Ik zou zeggen van, kijk, we hebben samen een watertje gevuld met aardbeien en munt. En ik zou zeggen, ik zal ze eventjes inschenken. Gwennetje, ook een glaasje? Ja. Oké. En dan gaan we proosten, hè? Ja. Op de volgende vlog, hè? Proost! Proost!